Wir brauchen Bass. Keukenrol over datum. Welkom bij deze nieuwe video. Zoek je nou een site om nog steeds coins te kopen? Ga dan naar fastutcoins.nl. En kijk bij het aankopen echt heel goed op de productbeschrijving wat je precies moet doen. Want het is natuurlijk een beetje veranderd. Oh ja, en vergeet natuurlijk niet die code MATIE voor 5% korting. Oh. Ah, jij komt niet hier. Jij komt niet hier in de sitter. Maar je woont toch in Leeuwarden? Oh shit, vergeten. Yo mensen, mijn naam is Mattie. En dit is de tweede aflevering van weet ik veel. Wat is dit nou voor serie? Ja, geen Road to Bayern. Jammer. Nee, deze serie ga ik gewoon zo goed mogelijk proberen te worden met mijn mannetje op FIFA. In een stuk of 8 afleveringen? 6 afleveringen. Ja. Ah, ik zie het wel. Ik speel bij Cambuur. Toch Henk de Jong? Ja, dat zijn natuurlijk de krenten in de pap voor ons. Dankjewel, zo'n getalenteerde speler. Niet normaal. Maar met Cambuur staat de grote derby op het spel. Waardoor eigenlijk de complete comments helemaal verkrekt werden vorige week. Ik wist niet dat die strijd daar zo leefde. Maar dit gebeurde er ook al toen de trainer van Cambuur vorig jaar naar Heerenveen ging. Ook sta je gewoon lekker in de weg. Niemand komt de deur in. Niemand komt mijn deur in. Tee weg, hou! Nou, dan ga ik zelf ook maar naar binnen. Hey Dwight! Nee. Oké, dan niet. Maar gelukkig toe kwam Henk de Jong. Fantastisch. Maar in deze strijd wordt veel gestreden. En ook geflikkerd. Gaat Mattie vandaag laten zien wat hij kan? Hij is 1-1 op de keeper. Hij schiet! Mattie! Het is gek om je eigen naam te schreeuwen en doen alsof je heel goed bent. Terwijl ik in het echt je weet. En naar het moment van de wedstrijd, er gebeurt een wissel. De ridder gaat eruit en Schet komt erin. Je veux ce jeu. Oh, wat is dit? Wat is dit? Een mooi ding. En ik win 1-0. Boah. Ik ben inmiddels omhoog naar 71 graden. En ik heb een 6.7. Oké, om voor eens en voor altijd duidelijkheid te krijgen in deze discussie. Het alziende oog, Ron Jans gaat beslissen welke club het mooiste is. Ron, Cambuur of Heerenveen? Ja. I back. De volgende wedstrijd is tegen NAC. NAC, jongen. En het is hier de vierde minuut van de wedstrijd. Ik word onderuit gehaald. En dit is natuurlijk een vrije trap. Gaan we die snel nemen? Natuurlijk. Mattie loopt op zijn doigen. Maakt hij naar die bal toe. Legt hem breed. Recht. Tik hem kort. Krijg hem terug. En dan uithalen. De brand. Oh. Dat is niet mis, hè, boys. En dan is het nu tijd voor de quiz van de week. Degene die het eerst een bierbuik kan aanwijzen, wint 1000 euro. Ja, dat klopt. Goed gedaan. Hey, Mattie, links een keukenrol. Nee, andere links. Maar in de tweede helft ga ik nog een doelpuntje meepikken. Hier ben ik door en ik schiet. Mis. Ron, wie is er nou beter? Cambuur of Heerenveen? Hasses. Dit is dan niet normaal wat hier gebeurt. Vind je dat niet normaal? Ja. Ben je tegen cyberbullying? En of je nou een handicap hebt of niet. Maar Ron Jans heeft geen handicap, hè? Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Alles goed met je? Ja. We winnen 2-0. 7.7 is mijn cijfer. En dan is daar de volgende wedstrijd tegen FC Groningen. En die thuiswedstrijd moeten we natuurlijk winnen. Nee. Niet? Nee, ik ben voor Groningen. Hou je smoel. Gebeurt er veel in deze wedstrijd? Nee. Maar gaan we nog winnen uiteindelijk door dit schot? Nee. Wat een niveau dat Cambuur, hè. En het eindigt 0-0. En ik haal een 6.1. En dan is het transfer deadline day. En toen was het voorbij. En zat ik nog steeds bij Cambuur, waar ik blij mee ben. Maar natuurlijk willen we in de winterstop sowieso een transfer krijgen. En dus dan gaan we daar dus snel naartoe. Dan is het tijd voor de eerste topper. Uit bij PSV. 0-0. Wederom een 6.1. En dan is daar een thuiswedstrijd tegen Heracles Heracles. Of Heracles Almelo. Ja. En de aftrap is veelbelovend vandaag. Oh, ik moet echt een glaasje water hebben. Ron, please, geef me wat. Schenk even wat in voor me. Prima. Oh. Hoe krijg je het voor elkaar, ouwe? Je giet het er ook naast zo van. Het glaasje water was lekker, Ron. Dank je. Maar dan is Heracles hier in de aanval. En ik vraag me tot op de dag van vandaag af waarom hier een vrije trap voor wordt gegeven. Maar je ziet wie er achter de bal staat. En dit is toch wel echt een fantastische goal van. Flutterus, toch heet het? Hoe heet die gozer? Flederis. Oh, Flederis. Of Flutterus, maak je eten.
Dat pik je toch niet? Maar wat ik ook probeerde in dit potje, het wilde simpelweg gewoon niet lukken. Waardoor we uiteindelijk verliezen met 1-0. En ik haal een punt. En dat is matig. Klootzak dit en dat. Maar dan staat de voor mij belangrijkste derby van het seizoen op het spel. Ik wil Ron Jans inmaken tegen Pek. De spanning is van de gezichten af te lezen. Of hij is gewoon knijterlelijk, dat weet ik niet. Maar het gaat er hard aan toe in deze wedstrijd. Kijk eens wat een pijn deze man aan het lijden is. Doe eens normaal, man. Maar Matty gaat deze wedstrijd beslissen, want hij is hier door. En deze gaat hij niet missen. Oh yeah. Applausje waard. Maar nog meer een applausje waard is deze aanname en dit schot van Thomas Nesi. Eerlijk waar, Ron, je hebt me goed getraind. En dan eindigt het 1-1 en heb ik wederom een punt. Gaan we snel door naar het volgende potje? Ja. Ik zie ze links, ik zie ze rechts. Dan ben ik flink kansloos de hoek aan het rennen. Wat een snap. Penalty. Mag Matty hem nu dan wel nemen? Ja. Oké, dus ik neem die aanloop. Wacht, meneer Mantje? Zit jij ook in deze serie? Ja. Oké, laat me zien wat je kan dan. Firma Tichelaar. Mantje. Mant. Geslaagd. De penalty wordt gescoord. Mant. En we winnen met 1-0. Boom, boom, bad. Het cijferboetje, geen flikker meer. En dan is daar de volgende wedstrijd tegen Dordrecht. En ik ben al lekker aan het opwarmen in de arena. En in deze wedstrijd ga ik gewoon een goal maken. Oh. En nog één. Oh. En dan zeg ik je dat ik ook dit potje gewonnen heb. We staan er goed voor in de Eredivisie. Een glasje water weer, hoor. Dat waren 8 Eredivisie wedstrijden in 1 video. Dat betekent dat we in de volgende aflevering zo goed als naar de winterstop kunnen racen. En dan hopen we die transfer te pakken. Ik wil u ontzettend bedanken voor meer dan 20.000 likes op de vorige aflevering. Nu ook een blauw duimpje of. Hij komt je halen. Met zijn vuist. Oh ja, mocht je nou naar Walibi willen. Check dan de link in de beschrijving naar mijn Facebookpagina. Dan weet je hoe en wat.